Dag allemaal, vandaag leren we een D-mineur-akkoord en leg ik uit wat een kanon is en leren we een liedje met een ritme erbij. Het lied van vandaag heet Misty Morning en is geschreven door John Crumb uit Amerika. Ik speel hem eerst even voor. On a gray and misty morning, I looked out upon the sea. Seabirds cry, soft breezes sigh, as you sail away. Het nieuwe akkoord in dit liedje is de D-mineur. De D-mineur lijkt ontzettend veel op het F-akkoord. Dit was het F-akkoord. Maar dan met je derde vinger nog bij op de C-snaar. Dat is de D-mineur. C is een ander akkoord in dit liedje, want het liedje heeft maar twee akkoorden. Het wisselen tussen de D-mineur en de C kan vrij lastig zijn in het begin. Van D-mineur naar C, dat gaat nog wel. We laten het ukulele los en we plaatsen de derde vinger weer op de C-plek. Maar weer terug is vrij lastig. We kunnen het doen op twee manieren. We kunnen vanuit de C eerst de A-mineur maken, dan de wijsvinger erbij voor de F en dan de derde vinger erbij voor de D-mineur. We kunnen ook de C pakken en dan vervolgens je eerste vinger op de D-mineur plek neerzetten en dan de andere twee vingers tegelijk overplaatsen voor de D-mineur. Ik zal het lied nu nog een keer langzaam voorspelen met het volgende slagje. We doen 1 naar beneden, dan 2 en dan weer 2 keer. Oftewel ta ta di ta 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 di ta ta. Doe maar mee. On a gray and misty morning, I looked out upon the sea. Seabirds fly, soft breezes sigh, as you sail away. Bij dit lied kunnen we ook een leuke klapoefening toevoegen dat zich steeds herhaalt. Dat noemen we ook wel een ritmisch ostinaat en is een vormtechniek. Hij gaat als volgt. We beginnen dus met een knip, dan een klap, dan een knip. Dan twee keer op je been en dan eindigen we met een klap. Knip, klap, knip, been, been, klap. Knip, klap, knip, been, been, klap. Ta-di-di-ta-di-ta, ta-di-di-ta-di-ta. En we kunnen natuurlijk ook het lied zingen terwijl we dit klapspelletje doen. On a gray and misty morning, I looked out upon the sea. Seabirds fly, soft breezes sigh, as you sail away. Het lied Misty Morning is ook een kanon, maar wat is een kanon nou eigenlijk? Een kanon is een muziekvorm waarbij een muzikaal thema of zin herhaald wordt in verschillende stemmen. Een kanon kun je vaak herkennen aan dit soort tekens. Als een stem hier aankomt, mag een nieuwe stem het lied beginnen en zo zingen ze samen hetzelfde lied verder, maar op een ander moment. Zo ontstaat er meer stemmigheid. On a gray and misty morning, I looked out upon the sea. Dit lied kun je dus maximaal met 4 verschillende stemmen zingen. Nu gaan we alle nieuwe dingen uit het filmpje. Het liedje, het D-mineur akkoord, het ritmische ostinaat en de kanon nog 1 keer doen. Succes met oefenen!